De Baitali Groep maakt zich klaar om in midden 2024 te beginnen met herstart van de rehabilitatie van de Jenny Henaarweg dat onderdeel is van de Oost-West-verbinding. Het aannemingsbedrijf heeft vorige maand een financieringsovereenkomst getekend met IDB Invest voor 5 miljoen Amerikaanse dollar. De IDB Invest is een multilaterale bank die geld leent aan de particuliere sector. Het geld dat bij IDB Invest is geleend is echter niet voor de bouw van de weg, want dat is een aangelegenheid van de Surinaamse overheid. De financiering is bedoeld om te investeren in het nodige materieel en logistieke faciliteiten. De CEO van de Baitali Groep, Farsi Kudabux, zegt dat het aannemingsbedrijf behoefte had aan investering in materieel voor het project Jenny Henaar. Het project is nu vanwege betalingsperikelen met de overheid eventjes on hold. We hebben een goede understanding met ze. De bedoeling is om in Q2, Q3 van 2024 te herstarten. Dus die financiering en de tijd die er nog loopt tot dat moment geeft ons wat ruimte om te gaan investeren. Om zeg maar tweede helft 2024 wel weer volop te starten. Het is een wegstrekking van 120 kilometer vanaf het opnamepunt tot Henaar. Die weg, de Oost-West-verbinding, was natuurlijk outdated qua conditie, maar ook qua standaarden. We moeten nagaan dat de standaarden voor dit soort primaire verbindingswegen zijn tegenwoordig verhoogd naar 1 miljoen aslasten van 13 ton. Dus concreet betekent het dat die wegstrekking verzwaard moet worden om die aslasten van 13 ton aan te kunnen en ook verbreed moet worden. Dat is basically wat er gaat veranderen aan die weg. Kudabux zegt dat de rehabilitatie van deze weg moet leiden naar goedkoper en efficiënter transport en daarnaast ook het reizen naar bijvoorbeeld Guyana vergemakkelijken. De gerehabiliteerde weg zal ook veel sectoren in Suriname ten goede komen. Na de herstart van het project in 2024 zal het ruim 5 jaar duren voor de weg volledig is gerehabiliteerd, zegt Kudabux. Die weg is in principe in half afgebouwde staat, maar het is goed begaanbaar. We hebben samen met de overheid een soort noodreparatieprogramma uitgevoerd, zodat je in ieder geval op een veilige manier naar Nikeri kan rijden. Niet alle wegstrekkingen zijn even glad. Vooral in Wageningen zijn er een paar wegstrekkingen die niet in orde zijn. Baitali is wel actief, maar doet voorlopig eigenlijk alleen maar datgene wat hoog nodig is en waarmee de veiligheid van de weggebruiker gegarandeerd wordt. Dat gezegd hebben, dus zeg ik tegen de samenleving, heb nog even geduld, kom eraan, maar maak er intussen wel op een veilige manier gebruik van. De CEO van Baitali Groep ziet met de hervatting van de werkzaamheden in 2024 ook een basis voor de creatie van werkgelegenheid. Simultaan daarmee wordt samen met IDB Invest gewerkt aan realisatie van enkele ontwikkelingsdoelen. Het volledig interview met de CEO van de Baitali Groep kunt u woensdag om 9 uur in de avond terugzien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1.